Na veel werk en lang wachten was het afgelopen weekend al zover. Met een groot openingsfeest werd het startschot gegeven voor een nieuwe ijstijd. Kunstijsbaan De Schech werd definitief omgedoopt tot sport- en belevingscentrum. Een winterpark, compleet met ijsbaan, speelpoel, druipsteengrot en Noorderlicht. Erben Wennemars had de eer om samen met de bezoekers het eerste rondje op de schaatsen te maken. 3, 2, 1, go! Daarna was de ijsbaan officieel geopend om te schaatsen, te spelen en er bovenal een leuke beleving van te maken. Ook waren er optredens van de zangeres Monique Smit, kunstschaatsers Sanne en Sterre en vond er een flashmob plaats waar ruim 350 mensen aan deelnamen. Nou, vandaag de opening van het nieuwe schaatsseizoen. Volle bak hier ook na de verbouwing. Ja, het ziet er geweldig uit. Ik heb me net even laten informeren over de bezoekersaantallen. Het liep toen tegen de 3000 en het loopt nog steeds binnen. Hoe is het allemaal gegaan eigenlijk na de verbouwing? Hoe is het allemaal verlopen? Is het allemaal op tijd gereed gekomen? Nou, er liggen natuurlijk nog wel wat afwerkpuntjes. Maar in een korte tijd is er heel veel gerealiseerd. En zo na het einde toe werd het ook best spannend. Maar iedereen heeft zich geweldig ingezet. Wat dat betreft hebben we met geweldige partners gebouwd. En zoals je ziet, het is voor elkaar gekomen. De ruim 3800 bezoekers, verdeeld over alle leeftijdscategorieën, waren over het algemeen zeer tevreden over de vernieuwingen. Het is hier een schitterende mooie ijshal. Als ik naar boven toe kijk, naar de afscherming van het bovenstuk, is dat een geweldige klus van Polynet geweest. Waar we heel trots op mogen zijn. Dus wat vinden jullie ervan hier? Leuk. Ja, leuk. Leuk. Ja, wij hebben ook opgetreden, dus wel leuk. Ja. Jullie hebben ook met de flashmob meegedaan. Ja. Wat vindt u ervan? Nou, fantastisch. Het ziet er ontzettend mooi uit. Het is heel anders geworden. Het is gewoon hartstikke leuk geworden. Ik vind het mooi geworden hier. Het ziet er goed uit. Al de speelplaatsen hier is leuk geworden. Grote verbetering vergeleken met vroeger? Ja, vind ik wel. Ik vind het voor de kinderen ook wel leuk. De Kinderboekenweek is dit jaar van 5 tot 15 oktober. Daarom werd er afgelopen zondag in de Schouwburg een Kinderboekenweek-spektakel gehouden. Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek Superhelden. Tijdens het spektakel waren er veel verschillende activiteiten met betrekking tot lezen. Er zijn 3 schrijvers. Marcel van Driel, Sjibbe Veldkamp, dat is de schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk. En Erna Sassen, ook wel bekend van televisie. Verder is achter ons de voorleeshoek met prominenten uit Deventer en echte Deventer helden. We hebben beneden een quiz, er is een Rad van Fortuin, er is een kinderboekenruilbus waar ook heel veel gebruik van wordt gemaakt. Er kan gesminkt worden, knutselen. En er is een filmpjeskast waar kinderen zelf in een soort achterwerk in de kast een filmpje, scène kunnen opnemen die dan weer vertoond wordt op een groot doek. Ja, DRTV zendt uit live. We hebben Talamini, allemaal kleine randactiviteiten. Nog de boekhandels verkopen, de schrijvers signeren. Theater is er natuurlijk, Theaterschip en Peter van Dijk. En film, in het Filmhuis de Keizer, 2 films. U gaat zo meteen lezen. Dat klopt. Want u bent genomineerd als held. Ja, dat hebben ze mij wel gevraagd om wat voor te lezen. Want u bent in uw dagelijks leven, zie ik, ziekenbroeder? Ja, ik werk op de ambulance hier in Deventer. En ze hebben mij gevraagd om een verhaal voor te lezen voor de kinderboekenweek vanmiddag. Is het leuk om de kinderen een beetje te schminken? Ja, hartstikke leuk. Ja? Ja, hartstikke. En wat is het populairste bij de kinderen? Mega Mindy. En bij de jongens Spider-Man. Wat doen de kinderen hier vandaag? De kinderen die mogen hier in de poppenkast mogen ze hier een filmpje opnemen. Waarop ze vertellen over hun eigen superheldenverhaal of over iemand die ze een superheld vinden. De kinderen vertellen vooral eigenlijk over een dier wat ze hebben gevonden in de tuin. Dus een meisje die had een duif gevonden in de tuin en die heeft ze dan weer eten gegeven, drinken gegeven en toen is de duif weggevlogen. Dat soort verhalen hoor ik vooral. Het spektakel werd druk bezocht. Zo'n 600 ouders en 600 kinderen waren erop afgekomen.
Voor meer informatie over de Kinderboekenweek en wat er nog aan activiteiten zijn, kunt u een kijkje nemen op www.kinderboekenweekdeventer.nl. Op deze website staan ook de foto's en filmpjes die zijn gemaakt tijdens het spektakel. En volgend jaar weer? Volgend jaar weer, uiteraard. Het is een groot succes. Dan heb je in je hele carrière heb je 3 goals gemaakt. Dat je uitgerekend de laatste hier moet maken. Je derde hier. Een mijlpaal. Zag je hoe dat ging? Een mijlpaal. De derde goal ever. De humor van Henk ten Kate spreekt boekdelen over de manier waarop John Oudewesselink, een clublegende van Go Ahead Eagles, wordt gezien en benaderd door collega's. Afgelopen zondag speelde Oudewesselink op zijn 61ste verjaardag zijn laatste voetbalwedstrijd voor het veteranenteam van Koninklijke UD7, waarin met 9-1 werd gewonnen van de veteranen van Schalkhaar. Nu hangt hij, na 25 jaar in het veteranenteam gespeeld te hebben, zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen. Je kijkt er wel naar uit eigenlijk, in die zin dat je vindt, ondanks alles toch wel een beetje spannend, dat je elftalgenoten dit allemaal voor je willen doen. En dan de laatste wedstrijd, het is toch wel definitief eigenlijk. Ik heb slechte knie en dan moet je een keuze maken. En na 50 jaar voetballen is het misschien een keer mooi, 55 jaar misschien wel. Oud-teamgenoten uit Oudewesselinks gloriejaren bij de Eagles waren aanwezig bij dit afscheid. Na afloop roemden zij hem vanwege zijn kwaliteiten als voetballer. Een speler die het zeker niet van zijn fysieke hart uit moest hebben, maar wel van het op techniek verdedigen. En altijd een hele fitte speler, waarschijnlijk altijd de fitste van de selectie. In de organisatie stond hij voorstopper. En John was een goede mandekker met een behoorlijke sprongkracht. Dus als het ging om voorzetten, kopballen, was John te plekken. Als het ging om dat hij met zijn spits mee moest in alle hoeken van het veld, met name naar de rest links, naar de cornervlag, dan kon hij dat ook aardig berappen. Hij had ontzettend veel moeite om een bal met zijn wreef rechtdoor te trappen. Dus hij gaf overal een straal effect aan. En wij als aanvallers werden er wel eens helemaal gestoord van. Want een bal die je recht ingespeeld krijgt, die kun je makkelijk controleren. Een bal waar een dot effect aan zit, met zijn buitenkant schoen vaak getrapt. En omdat hij dus, hij is een rechtsbenige speler en ik was rechte spits. Dus ik kreeg iedere keer die ballen van hem. Dus ik heb hem dan wel eens voor vervloekt. Hij speelt die bal verdomme eens een keer normaal, weet je. John Oudewesselink speelde in de jaren 60, 70 en 80 meer dan 400 wedstrijden in 17 seizoenen voor de Eagles. En verworf daarmee de status van clubicoon. De verdediger was zo succesvol dat hij aanbiedingen kreeg van onder meer Ajax, Feyenoord en PSV. Hij sloeg ze af omdat hij het naar zijn zin had bij de Eagles. Toen nog een topploeg. Ja, fantastische tijd meegemaakt, zeker in het begin. Ik speelde derde, vierde van Nederland. Later onder Joeks vijfde tot zevende, negende keer. Ja, geweldige spelers. Goed elftal. En een paar keer op de rand van Nederlands elftal gestaan. En dat is toch wel prettig. En ik kan alleen maar omzien naar een hele fijne betaald voetbalperiode. En een net zo fijne amateurperiode hier bij UD. Na meer dan 50 jaar voetballen stopt John Oudewesselink er dus definitief mee. Vanwege een kapotte knie. Maar dat betekent niet dat hij achter de geraniums gaat zitten. Integendeel. Lekker weer fietsen en golfen en al dat soort dingetjes. Dus ik kom de tijd echt heel goed door. En de winter staat voor de deur, dus het skiën gaat ook weer gebeuren. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventerrtv.nl.